Ja, of je verbergt iets. Lid van Team Collegiale Ondersteuning. Goed. Palmen naar buiten. Van Bolen. Het is te sterren, toch? Ja, het is te sterren. Juist niet voor je. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en je komt misschien al een beetje op de beelden zien. We zijn inmiddels in Den Haag en ik ben op bezoek bij, stel je eens voor, wie ben je en wat gaan we doen? Ja, ik ben Tessa, werkzaam aan politiebureau Zegbroek. We hebben jou gevraagd om een dingetje mee te draaien. Gelukkig wilde je dat doen, dus vandaag rijden we de noto op. Dus we rijden de 2401. Maar je zegt wel Zegbroek, dat is, zo heet het basisteam. Ja. Wat valt er allemaal onder en waar liggen de grenzen een beetje? Maar? Ja, we zijn eigenlijk een middengebied. We zitten tussen meerdere bureaus in. Mm-hmm. Bureau Loosduinen, bureau Scheveningen. En bureau De Heemstraat. Dus ja, dat maakt het ook wel heel erg leuk. Omdat we heel makkelijk kunnen koppelen aan andere incidenten van andere bureaus. Momenteel werken wij vaak districtelijk. Dus mm-hmm. We werken samen vooral met bureau Loosduinen. In de vroeg en in de laat werken wij met hun samen. Dus werken we vanaf Zegbroek. En in de nachtdiensten werken we met vier bureaus aan Scheveningen. En als je dit gebied zou omschrijven, wat is nou hier wat voor de politie echt een aandachtspunt heeft? Of wat speelt hier vooral? Nou, het is heel erg gemengd. We hebben eigenlijk een beetje het goede deel en het wat minder goede deel. Bijvoorbeeld de Wijmerstraat en daar is op dit moment echt heel veel overlast. Drugs, alcohol, veel coffeeshops, regels die gewoon overtreden worden. Parkeerproblemen, eigenlijk van alles wat. Dus stedelijke problemen hoor ik inderdaad al zo'n beetje. Ja. Ik gok dat het parkeerprobleem nog wel tegenkomen. Ja, zeker weten. En dan hoorde ik net al, voordat we het opnemen, een beetje van wat jouw extra taken zijn. Zeg maar. Wat doe je nog meer, of hoe zeg je dat, wat zijn je neventaak? Ik ben biker, dus eigenlijk ook gewoon in de surveillance. Mm-hmm. TCO'er, dus dat is Team Collegiale Ondersteuning. Dat is als collega's een heftige incident hebben meegemaakt, dat ik met hen in gesprek ga. Ga maar door. Yes. Je spreekt de politie. Handen uit de auto. Handen naar buiten. Allemaal handen naar buiten. Mijn naam is Tessa. Ik ben momenteel werkzaam in de basispolitiezorg aan bureau Zegbroek. Naast mijn werk op straat bekleed ik diverse nevenfuncties. Een van deze nevenfuncties is TCO'er, oftewel lid van Team Collegiale Ondersteuning. De filmpjes die je zojuist hebt gezien betreffen allemaal situaties waar wij als politie dagelijks mee te maken krijgen. Elke dag zijn dit diverse incidenten. Het ene incident doet je persoonlijk en emotioneel dan ook meer dan de ander. Deze filmpjes zijn een greep uit een aantal incidenten waarvoor Team Collegiale Ondersteuning wordt ingezet. Wij vinden het binnen de politie enorm belangrijk om de collega's die bij een heftig incident zijn geweest op te vangen. Hiervoor hebben wij binnen de organisatie het Team Collegiale Ondersteuning. Dit team bestaat uit collega's die normaliter ook in de basispolitiezorg werken en naast hun huidige werkzaamheden het Team Collegiale Ondersteuning, oftewel TCO, versterken. Binnen het bureau Zegbroek bestaat het team uit 5 leden. Deze leden hebben allemaal een aparte opleiding gevolgd om lid te kunnen worden van dit team. Team Collegiale Ondersteuning gaat dan ook na een heftig incident met de collega die betrokken is geweest in gesprek. Hierbij wordt gesproken hoe het incident is gegaan en wat het met de collega heeft gedaan. Deze gesprekken zijn belangrijk voor de verwerking. Elk gesprek dat met de collega wordt gevoerd, wordt dan ook geregistreerd. Op deze manier kunnen wij goed voor elkaar zorgen. Zo houden we elkaar mentaal gezond en zo blijven wij met elkaar goed in het leven staan. En familieagent. En dat is eigenlijk dat een soort tussenpersoon bent tussen de familie en het Openbaar Ministerie. En menselijke vragen probeer je zo goed mogelijk te beantwoorden. Ja. Mooie taken zo. Zeker. Oké. Gaan we nu heen? We gaan surveilleren. Surveilleren? Ja. Let's go. Ja, nou hier zit het. Helemaal als er staat. Kijk daar. Ja,
Hi, goeiedag. Deze twee personen hebben die persoon aangereden. Ja. Ik weet niet wat er verder is gebeurd. Ik heb alleen maar te horen gekregen. Ja. Dat een slachtoffer ja, die zegt dat hij pijn heeft eraan. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft, man. Hallo, goeiedag. Hoe is het met jullie? Geschrokken? Ja, een beetje, want... Het ging een beetje snel. Want wij verfietsen. Schadevergoeding. Ja. Hey, nou, ten eerste, als er al een schadevergoeding plaats is, is dat gewoon verzekerd. Waar komt dit vandaan dan? Ah. Ja, in de achter, denk ik. Wat ga je doen? Wat ben je nou aan het doen? De scooter aan het wegzetten, zodat meneer de sleutel mee kan nemen. Oké, okay, top. En dat het geregeld is. Ja, mooi. Dat hij hem later kan ophalen. Ja. Geregeld. Ik kreeg een melding dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen een fietser en een scooter. Daar zijn we heen gegaan. De scooterij had wat pijn. Het is eigenlijk met het slingeren zijn de sturen in elkaar gekomen en is meneer ten val gekomen. Dus die wordt nu eventjes vervoerd richting het ziekenhuis om voor onderzoek. En dan zit bij ons de klus er weer op. Hey, weet u van wie die is? Ik weet het niet. Okay. Wij letten er altijd heel goed op. Het is allemaal... Ja, hebben we. We hebben een bepaald project. Ja. En die ziet nu iets gebeuren in de wijk en die wil graag dat wij even controleren. Dus daar zijn we naar onderweg. Dag meneer. Do you have an ID card with you? Ja. Can I see it? Wat is het probleem? Nou, er is net gezien dat u uit een pand komt waar vermoedelijk drugshandel is. Dus we willen even kijken wat u daar gedaan heeft. Geen drugs? Wat deed u daar in dat gebouw dan, in dat huis? Welke gast? Waar u uitkwam. Dan kwam u in het pand, toch? Ja. Uit dat pand waar u uitkwam. U kwam echt... Waar komt u vandaan? Polen. Ja, maar nu, net. Deze straat. Ja, en dan komt u uit een woning. U komt ergens naar buiten, toch? U komt ergens uit. No. Nee, je staat daar op straat. Ik loop hier. Ja. En ik loop in daar. Maar waarom zien mijn collega's dan dat hij uit een pand komt? Dus of u staat te liegen of mijn collega heeft het niet goed gezien? Dat is veelvuldig bekend wel, hè? Voor wat? Winkeldiefstallen en dat soort dingetjes. Luister, jij bent net wel uit een pand gekomen daar. Een kraakpand. Nee, ik kijk over mij. Je bent daar wezen kijken? Nee, man. Maar waarom ziet mijn collega dat je uit dat pand komt dan? Ik weet niet. Misschien... ik weet niet. Ik loop en daar en ik ben daar. Ja, of je verbergt iets. Wat heb je te verbergen dan? Waarom? Je kan toch gewoon zeggen dat je uit dat pand komt? Nee, dat weet je het niet. Ben je nog hier? Nee, te weinig voor... We hadden juist even deze manier gecontroleerd en het was wel een mooie samenwerking, want er zijn wat collega's hier in Burger in de wijk bezig met een actie. En die houden een aantal objecten in de gaten. In dit geval was er een object dat bekend zat als een kraakpand, vermoedelijk, maar dat was me niet helemaal duidelijk. Ook iets met drugs en die zei deze meneer komt eruit, zou die me even willen controleren. We hebben meneer gecontroleerd, hij zegt dat hij niet uit dat pand gekomen is. Nou, we hebben het even nagecheckt met de collega en die zei, jij komt er echt uit, toch? Ja. Drugs was te weinig om daar echt daadwerkelijk te verjeren. Ze hebben wel eens een tas gecontroleerd en verder nu niks aangetroffen. We gaan het wel weer vastleggen ter informatie. Misschien dat het in de toekomst nog bruikbaar kan zijn. Nou, dat dus. Nou, wat hadden we nu? Is met een brommer die rijdt nog geld vraagt rijbewijs? Ja, daar zijn we nu op wachten. Seintje. Dus. Zeg maar, die collega's die ook in Burger werken, zien nu een bekende van hen in de wijk. En die rijdt zonder rijbewijs. Dus die zegt, als hij gaat rijden, geef een seintje en dan kunnen jullie hem controleren. Dus ik ben benieuwd. Wil je rijden voor een aanrijding met scooter contra auto? Mag ik die kant op? Ja, we ontvangen die kant op. Waar is die auto dan? Hij is de deur open.
dan stuur ik zeg maar naar Lik. Je had hem niet gezien. Ik weet het, ja, ja, dat kan ik ook niet. Ik zag wel een keer. Goedendag. We zien file, scooterrijden, dat soort meneer, ze rijdt tussendoor, deur open, ze gaan onderuit. En de achterpassagier die knalt zijn rugje op de rand. Ja, 7-4-0-1, de bijrijder van de scooter gaat richting het ziekenhuis, dan gaan we met de volgende ket een beetje. Bijrijder naar het ziekenhuis en de eerste. Ja. Tweede aanrijding inmiddels. Ik vroeg net al, dit is wel eens, er is veel aanrijding in het gebied. Ja, niet? Heel veel. Ja. Veel. Het is ook best wel, het zie je natuurlijk ook wel de beelden, veel druk. Het is druk hier op straat. Zo, weet je wat ik net ook al zei? Nee, hoorde natuurlijk mijn beeld niet. Het is wel druk terwijl het hier corona is. Omstandigheden en maatregelen. Nou, er is echt niks van te zien hier op straat. Nee, het lijkt net alsof het hier niet is, zeg maar. Nee, het niet bestaat inderdaad. Nee. En, nou, maar even terugkomen, aanrijding. Er was echt een bijna klassiek gevalletje in dit geval. Auto parkeert, stapt uit. Of de bestuurder stapt uit, uiteraard. Knalt met zijn deur tegen een scooter die langs rijdt. En de passagier van de scooter rijdt in dit geval, die valt op de grond met zijn rug tegen de stoep aan. Dus die klaagt wat van last in zijn rug. Neemt hem even mee naar het ziekenhuis voor controle. Het lijkt erop dat het toch mee gaat vallen, maar je weet het nooit. Wat wel heel bijzonder is, vonden wij in ieder geval. Ja. Er zijn geen schade op de scooter. De bestuurder is blijven zitten en er zit best wel een forse deuk in de portier. Ja, zeg maar, wat denk jij? Heb je een filosofie over? Hoe zou dat geweest kunnen zijn? Nou, ik denk dan toch eigenlijk dat de deur het been van de bijrijder heeft geraakt. Maar ken je dan zo'n deuk in de portier? Nou ja, dat is dus het rare. Dus dat kan ook weer niet. Maar de scooter had inderdaad geen schade, dus dat kan ook niet. Dus of die deuk die zat er al, dat kan ook. Ja. Nou ja, in dit geval mogen we het ook lekker overdragen aan de verzekering. Want die gaat het allemaal uitzoeken wie er hier schuldig in is. En wij gaan het afrapporteren en met volgen. Dus wij krijgen een melding dat er een auto 1,5 uur geparkeerd staat. Met een mevrouw erbij. En die blijft daar staan. En het lijkt, of men denkt, dat het niet zo goed gaat met die mevrouw. En dat ze eigenlijk niet weet hoe ze daar wegkomt. Dus we gaan even kijken of we kunnen helpen. Ja, we moesten hier wel een beetje lachen toen ik hier las. Er staat dus 1,5 uur iemand gewoon bij een random auto of een eigen auto erbij. Dus ik ben wel benieuwd wat we eraan treffen eigenlijk. We hebben dus een zoekslag gemaakt. En die meneer zat heel hard te kijken waarom die camera helemaal had. Maar dat is heel vaak ontstaan. Maar even wel gekheid op een stokje. Wij waren aan het zoeken naar die mevrouw die dan mogelijk bij een voertuig stond en dan wat verward overkwam. Rondje gemaakt, helaas niks aangetroffen. Dus verder ook geen melding meer binnen gehad. Dus dat is denk ik wel een goed teken. Kijk hier voor de zekerheid nog eventjes, maar volgens mij is dat ook niks. Dus gaan we maar weer verder. We zijn inmiddels weer eventjes aan het bureau. Het is nu, hoe laat is het eigenlijk? 5 uur? Ja. Yeah. En we gaan even toch een kleine koffiepauze doen. Maar we moeten ook even alle administratie wegwerken van die aanrijdingen. En moeten we nog meer doen? Nee. Oh, valt eigenlijk nog wel mee. Ik dacht dat het meer was dan dat. Wat gebeurt er nou? Ja, er is een melding. Of tenminste, de 24-2-melding. Dat er iemand met zijn vinger vast zit in een metalen wasmand. Dus... Ja, daar staat hij dan op zijn motor. Hij is geregeld. Ja, je kon het wel een beetje zien. De brandweer was hier te plaatsen op mijn motor. Ik had het wel eens een paar keer eerder gezien. Maar ik denk voor heel veel van jullie kijkers is dat best wel uniek. Want volgens mij zijn er niet veel correcties die te hebben. Ik denk daarna misschien wel de enige is. Nou, ik in de brandweer. Maar je is best vaak. Ja, dat geloof ik. Ik zie iedereen.
Laat me even de reactie trouwens. Of jullie vaak deze brandweer ergens bij jullie in de regio hebben gezien. Ben ik wel benieuwd. Ik dacht het alleen Den Haag is, maar misschien zijn er andere regio's ook rijden. Maar om even terug te komen op het verhaal. Er was dus een klein kind, zoals ik hier lees, die waarschijnlijk met zijn vingers ergens klem zat. Dus het viel gelukkig toch al enigszins iets mee. En de brandweer zei eigenlijk onderweg al, jullie zijn niet meer nodig. Sturen even één iemand die het kind helpt bevrijden. Dus dat is gebeurd. En gewoon ga je weer door. Hallo mevrouw. Goedendag. Heeft u een legitimatiebewijs bij u? You speak English? Do you have an ID card with you? Yeah. It's not allowed to have your phone in your hand when you're on the bicycle. Oh, I didn't know. You didn't know? No. Okay, where are you from? I'm from Guatemala. Yeah, I only have that in my school. Well, that's enough. This is the right one. Okay. I'll give you a warning this time. Okay, because thank you. I believe you didn't know. Yeah. Otherwise, you have a good liar, but there's something in between it. But for the next time, it's not allowed to have your bicycle in your hand. I mean, your phone in your hand. Okay. Yeah? Yeah. Okay. Have a nice evening. Hey. Het park is voor ademing. Hier heb je sportvelden. Waar rijden we nu? Bij het park ter verademing. Hier hangen heel veel mensen. Heel veel mensen. Maar het is meestal bij het park, toch? Ja, dat is waar. Nee, met mooi weer is het hier echt wel gezellig. Sportvelden, veel aan het voetballen. Hier zijn ze aan het bootcampen. Ja, ik zie het, ja. Maar is het zo in de late uur ook nog dat er iets, gewoon gure dingen gebeuren of valt het wel mee? Nou, het verschilt een beetje. Af en toe wel hoor, maar dan meer... De bootcampers zitten erachter. Ja. Meer, het zijn echt meer hangjongeren die hier dan... Een beetje chillen. Nee, wat is dat voor fabriek? Nu toch een beetje geschiedenis van de stad aan het beschrijven zijn? Ja. Goedendag. Hallo. Gaat u een verzetter? Gaat u de auto wegzetten? Is het Engels? De car is not allowed to stand here. Oh, oké. Ja, ik kan het. Opiumviering die ik doe, wat u aan voor het doen. Ja. Heeft u nog opium bij u? Heeft u nog drugs bij u? Ja. Volgende, van wie is deze auto? Ik ben niet tot antwoord verplicht, maar van wie is deze auto? Van mij. Die is voor jou. Van mij. Ik gelijk mee, ik gelijk die auto doen. Nou? Alleen medicine. Medicine? Ja. Yeah. Iets met een mout. Zie je inderdaad spuiten liggen. Dit is een testosteron. Is dat wat hij... Anabole? Excuse me? Anabole? Testosteron, toch? Ja, is het. Ik heb het even op de bijrijdenstoel liggen. Huh? Ik had het even op de bijrijdenstoel liggen. Ja. Van dat tot dat. Dus ik wil nog zeggen, ik ben niet op antwoord, alsjeblieft. Maar waar zijn deze kentekenplaten voor? Hij gaat met buitenlandse kentekenplaten. Alleen ik zie Nederlandse kentekenplaten op de achterbank liggen. We zitten inmiddels weer in de auto, maar dat konden jullie al zien. Ja, we kregen een melding dat collega's en, als ik het goed heb gezegd, op camera toezicht geloof ik, hè? Nee, collega's echt op straat. In Burger. Oh, ja, trouwens, die collega's die eerder ook die andere meldingen doorgaven. Zagen een voertuig rijden wat mogelijk betrokken is bij een drugsdealtje, of deal.
Dus werd verzocht uitkijken naar het voertuig. Dus hier werd het voertuig aangetroffen door een andere eenheid. Wij zijn aangesloten. Nou, er zaten twee heren in. Die reden in een voertuig met Duits kenteken. Nou, daar begon eigenlijk het rare in dit verhaal al. Dat het kenteken eigenlijk sinds 3 dagen overgeschreven moest zijn naar een Nederlands kenteken. Dus het was omgezet. Dus hij reed in principe nog met, of hij reed eigenlijk met ongeldige plaat inmiddels. Hij had de officiële Nederlands plaat al bij zich. Dus daar heeft hij gelijk ook proces verbaal voor gehad. Dat hij niet met, want op die Duits kentekenplaten is natuurlijk niet meer te achterhalen wie daar in rijdt. Uiteindelijk kunnen we dat ook weer achterhalen, maar niet op eerste zicht. Dus daar kreeg hij proces verbaal voor. Die witte heeft hij gelijk eraf gehaald. Een nieuwe heeft hij erop moeten doen. Die nemen we in beslag ter vernietiging. En daarna werd doorgezocht in het voertuig aan aanleiding van de drugsinfo die er dan mogelijk zou zijn. Daar troffen, ondanks dat die meneer zei dat er niks strafbaars in zat, toch nog een zak wiet aan. Hij zei dat het 5 gram was, of was het iets meer? Ja, ik denk ook wel dat het iets meer was. Ja, nou in dit geval heeft hij daar afstand gedaan ter vernietiging, dus dat nemen we ook in beslag. Vervolgens troffen ook nog een aantal naalden aan met kleine impulsjes. Met anabolen. En die man die verklaarde, ja dat heb ik nodig, want een verband de ziekte, bla bla bla. Heel verhaal, we hebben gevraagd, heeft hij een medische verklaring voor? Dat heeft hij niet, heeft hij een polen, zei hij. In ieder geval dat hebben ze ook in beslag genomen, want dat mocht hij niet bij zich hebben. Ja, wat dan nog iets hoor? Nee, het was echt een naalden en ik dacht dat we 3 winkels hadden. En de hennep. Oh, de hennep, ja. Oh nee, dat waren het over. En daarna bleken inderdaad ook nog andere zaken van het voertuig niet in orde waren. Dus daar maakte een collega APK inderdaad en de verzekering was net geregeld. In ieder geval, daar wordt allemaal proces verbaal op gemaakt en andere spullen worden in beslag genomen en vernietigd. Dat was de controle. Heb je nog wat toe te voegen? Ben je dat vergeten? Was, nee. Oh, wil jij het nu nog een keer doen? Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee. De volgende is hier voor jou. De volgende is hier voor jou. Dat er geen vragen meer zijn, dus dat is top. Maar de volgende is voor jou. Ja, dat is goed. Okay. De volgende is voor mij. Laatste voor ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Ja, stop. Voor je. Dat was inmiddels weer het volgende voertuig dat dubbel verkeerd stond op de stoep. In ieder geval weer proces verbaal opgemaakt. Maar inmiddels krijgen we een andere melding. Wat gaan we doen? We kregen een melding dat we naar een adres worden gestuurd waar mevrouw eigenlijk al de hele middag aan het schreeuwen is. Mogelijk is zij verward. Dus we gaan even kijken of wat er aan de hand is en of we haar kunnen helpen. En misschien kijken of we kunnen komen tot een oplossing. Dus een groot deel van de dag aan het schreeuwen zie je hier staan. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Ik kan nog even kijken. Adres. Goeiedag politie. Hallo mevrouw. Hallo. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Bent u alleen? Ja, ik ben alleen. Nee. Nou, wat voor liedje zingt u dan? Nee, ik zit te neurien. Nou, dan doet u toch ook een liedje neurien? Ja, nee, gewoon zomaar. Oh, zomaar. Nou, gezellig. Zijn er wat mensen die maken zich een beetje zorgen om? Ja, dat ken ik het verhaal. Zijn ze nou weer gebeld naar u? Hij heeft nog niet van mij, die waren. Kunnen ze een beetje rustig aan? Ja, natuurlijk. Ja? Nou ja, de melding, zoals gezegd, was dat de buren hadden gehoord dat ze heel hard aan het schreeuwen was. Mevrouw die deed na een aantal kloppen toch de deur open. Mm-hmm. En die zei dat ze aan het neurien was, een liedje. En verder was ze aan het strijken. En ging het volgens haar allemaal wel prima. Het was wel heel erg warm in de woning, maar ja, goed. Sommige mensen. Beetje muf ook, inderdaad. Ja. En best wel een hommetje. Maar goed, niet iets waar wij ons direct zorgen om moesten maken. Dus we gaan het muteren en registreren en doorzetten naar de wijkagent. En dan hebben wij ons ding gedaan, denk ik. Ja, want ik denk het is nu inderdaad niet echt levensbedreigend. Maar ik vond het wel ook een soort van
Het is een mevrouw die aandacht nodig heeft, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is wel een zorgdeel met de gegevens die we weten. Het is op zich wel goed dat de buren daar let in zijn. Zeker, ja. Dus ik denk dat het voornamelijk vanuit de politie nu een stukje in dossieropbouw is. Veel dingen vastleggen, dat misschien in de toekomst dat allemaal meegenomen wordt als het echt fout gaat. Ja, en hopen dat ze de juiste hulp kan krijgen, denk ik. En dat heeft ze al voor een deel, want het is eigenlijk best wel sneu als je zo, zo moet leven. Ja, nou, dat zeker. My jacket? Nee, hey, from him. I don't know. From your boy. Hallo meneer. Heeft u paspoort? Ik. Haar paspoort? Me? Ja. Yeah. She's arrested for shoplifting. Me? No. No, she. Haar paspoort. No. No? No. Oké. Okay. Hij is er nu. Ja, dit was zo kort te staan. Ik wou zeggen, dit was kort maar krachtig. Ik kreeg een melding van een winkeldiefstal. Van een aanhouding met geweld zijn verzet. We waren eigenlijk om de hoek samen met de andere eenheid. Die waren snel in de winkel. Meneer, of in dit geval mevrouw trouwens, verdachte. Was rustig, dus we waren eigenlijk al beneden met personeel formulier te invullen. Dus wij waren in principe niet meer nodig. We waren even bij de voordeur nog bezig kijken. Er zou iemand staan die met die mevrouw samen was. Die meneer had niks gestolen, maar die zou mogelijk de paspoort van die mevrouw hebben. Nou, dat heeft hij dus niet. Wel even zijn gegevens genoteerd en hij is weggestuurd. En de collega's gaan nu verder met de afhandeling van de winkeldiefstal. Maar het verzet viel mee geloof ik, hè? Ja. Ja. We zijn inmiddels weer aangekomen in het bureau. Het is ongeveer 10:30. Ja, ik zag net de klok er al uit zitten. De nachtdienst is hier voor ons al druk bezig met het voorbereiden van de nachtdienst. Dus we gaan het stokje overdragen. Dat is rustig, maar, hè? Ik heb een gevoel best terug gehad en lekker bezig geweest. Ja, we hebben wel leuke dingen gedaan, maar het was wel toch heel even. Ja, want we hebben best wel veel controles gehad, wat meldingen, veel aanrijding. Is dit een beetje een realistisch beeld van hier in het team? Ja, deels, maar er komt ook wel vaak overlastmeldingen bij. En die hebben we vandaag wat minder gehad, wel eentje natuurlijk. Uh-huh. Maar meer ook mensen die het nodig vinden om alcoholische versnaperingen of drugs te gebruiken op straat. Of drugs te gebruiken op straat. En wie weet hebben we dat morgen wat meer. Oké. Okay. Ja, want je verraadt eigenlijk al een beetje. Inderdaad, ik ga morgen nog een dienstje meedrijven. We hebben daar gezegd, we plannen gewoon twee diensten. Dan kunnen we altijd kijken wat er allemaal voorbij komt. We hebben meer kans op gave dingen, om het zo maar even te zeggen. Dus voor nu, wil je nog wat zeggen, de afsluiting? Nee, eigenlijk bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje achter. En dan bij de volgende keer deel 2 of eigenlijk nog een dienst hier in het team Zegbroek Eenheid Den Haag. Doei! We'll be right back.